I am here. My wife is alone in India. So we have 4 children, 3 daughters and 1 young. Yeah, this is my family, 3 daughters and 1 young. Mijn vrouw is India geweest. Mijn dochter is een grote dochter in Sint-Ruiden. Trouwd. Ze hebben 2 meisjes, een kleine meisje. En 1 dochter in Duitsland trouwd. En mijn jonge blijft in India. Misschien, ik weet het niet, hier kom. Udda kehte hai good evening. Haan ji, haan ji, good evening. Good evening. My son, he say, when you coming in Belgium, kadu aana tu? Mainu paap sere mu galo, aan chana channi me. Yes, he say, when I take a visa, then I quickly come back. Yeah, maybe one month or 2 months. Then she come back. She say, I like Belgium. Yes. I also miss my family. Yeah. Miss my family. I love my family, but when some problem, then I trust God. Everything is good for me. Yeah. When she is there, no problem. I also happy. This is my first guru and 10th guru, the 10th. Yeah, guru mean like Jesus. And this is a golden temple in India, my stud. I believe, I trust my guru. My guru is everything. Is. Good morning. Good morning, Adi. Goedemorgen. Ja. We zitten hier bij IGO. IGO is een maatwerkbedrijf en wij proberen mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt terug in een ritme te gooien, zodanig dat die kunnen opgroeien om door te stromen naar de normale economie. Amarjit kennen we, de man met de tulband. Ja. Ja. Sikh van overtuiging en Punjabi van geboorteland. Ondertussen volledig Belg. Een Belg om trots op te zijn. Is nog aan het proberen om zijn vrouw ook Belgisch te krijgen. Ja. Maar met taal en werk is dat moeilijk, omdat ze enkel Punjabi spreekt. Ja. Ja, maar ook daar is Amarjit zelf aan het zoeken naar lessen en zo. Ja. Amarjit werkt hier 3 jaar. Hij is begonnen als artikel 60. Artikel 60 wil zeggen dat het OCMW hem de kans geeft om ergens te werken en ervaring op te doen. En dat is bij ons geweest, bij de bussen. En Amarjit heeft hier een vlekkeloos parcours met heel veel inzet gedaan. 3 jaar laat me lang werken. Ja. Hij moet al 3 jaar mijn gezag aanhoren. Hé, Amarjit? Ja. Amarjit is een beetje een speciaal geval, omdat Amarjit eigenlijk wel een mens is met kennis. Ik weet niet wat hij echt gestudeerd heeft of niet gestudeerd heeft, maar die man kan iets. Eigenlijk is dat een intelligente mens met enkel een taalhandicap. En een handicap naar hoe werkt onze maatschappij. Hoeveel jaar al in België ondertussen? 22 jaar, bijna 22 jaar. 22 jaar in België. Ja. Maar altijd gewerkt, hè, in die 22 jaar? Ja, werkte, maar velden, in velden pluk. Appelpier en arbeid pluk, kers pluk. De baas altijd spreekt Engels. Ja. So, dat is het probleem. Nu is het beter. Nu ik werk met IGO. Ik praat met mijn collega. Dan een beetje beter, hè, nieuws. Nu moet je wel, hè? Ja. Ja. Heel spijtig van zijn taal, want dat is eigenlijk een van mijn sterkere werknemers. Eigenlijk heeft hij de capaciteiten om zelfs een ploeg aan te voeren. Je het eerste doen.
Die moeten we om 11:15 hebben. Dan beginnen we daar aan, hè? Dat is 4. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Amarjit is beginnen zwerven omwille van politieke onrusten in India. Ik denk dat dat nu al een 22 jaar geleden is. Hij heeft dan een rondzwerving gemaakt naar Rusland en dan is hij zo via Duitsland naar België gekomen, waar hij nog familie had. En dat geloof van hem heeft hem eigenlijk daar altijd rustig in gehouden. Ondertussen is hij in België terechtgekomen. Voelt zich daar eigenlijk goed, hè? Ja. En zou hier blijven, willen blijven. Ja. Ik ga graag in België. Ik ga graag, hè. In België. Nu moesten alle Belgen zo vredelievend en tolerant zijn en hardwerkend, dan hadden we hier inderdaad een honinglandje. Maar ja, het is moeilijk, hè, Belg worden. Ja, moeilijk, hè. Mensen denken dat dat zomaar, zomaar even gaat. Ik heb hier ook, want ik dacht dat vroeger ook, van gehoord dat, hè. Oh, als je een ander paswoord wilt, ga maar naar België, komt goed. Dus ik zie wat deze hier al meegemaakt heeft om daar rond te krijgen, terwijl dat dan een goedwillende mens is. Ja, dan trekt het toch wel ogen open. Hij moet kunnen bewijzen dat hij de staat niet kost, dus dat hij vast werk heeft. Hij moet kunnen bewijzen dat hij het land kent en daarvoor moet hij deelnemen aan inburgeringscursus en moet daar examenen doen, moet daar ook in slagen. Maar het is niet omdat dat voor hem in orde is, dat dat dan meteen ook wil zeggen dat dat voor zijn vrouw en kinderen in orde is. Ja, zij mag naar hier komen, maar het is niet de bedoeling dat de Belgische staat daarvoor betaalt. Als zij dat absoluut willen, oké, maar ze moeten dan voor zichzelf kunnen zorgen. Amarjit, zijn kinderen zijn meerderjarig, dus hij moet daar niet meer voor zorgen. Dus die mogen ook zomaar niet naar hier komen. Ik vind dat wel goed aan de ene kant. Het moet niet te gemakkelijk zijn. Aan de andere kant, mensen die denken dat het simpel is, dat het hier zomaar binnenkomen is, tijden zijn lang veranderd. Nu, ik krijg 1350 euro van Igo. Wenn, example, ik krijg dopen, 1150. 200 euro voor werken, normaal. Veel mensen die profiten, zwaar te werken en plus dopen of OCMW. Maar meneer de Lizzie zegt, eerst werken, eerst. Je moet werken en goed werken. Het tweede, moet pareren, bidden. En derde, mensen helpen. Example, ik heb geld. Hè. So the Eddie have no guilt, the hunger, but you give food. My dream is, I hope, I meet God, my guru.